Ik ben Tunaan Kuzu. Ik ben Doğukan Ergin. Al sinds 2008, 15 jaar lang, heb ik mij voor de samenleving ingezet via de actieve politiek. En ik ben sinds 2018 begonnen met mijn strijd in de politiek. Het was een lange strijd. We hebben samen met een aantal mensen Denk opgericht. Doorgezet. Het was een kwestie van vallen en opstaan. Maar het allermooiste was natuurlijk dat je de stem mag zijn van de mensen in het land. Ik heb sinds 2018 veel geleerd van Tunaan. Samen met anderen heb ik Denk in Schiedam op de kaart gezet. En op dit moment bestuur ik daar als een van de eerste wethouders van Denk. En daar ben ik trots op. Ik ben daar ook enorm trots op. Maar de boodschap van Denk was belangrijk, is belangrijk en zal belangrijk blijven. En ik vind dat een nieuwe generatie moet opstaan. Want mijn taak als Kamerlid is volbracht. Ik wil het overdragen aan de nieuwe generatie. Aan mensen zoals Doğukan. De verkiezingen op 22 november zijn cruciaal voor ons land en voor Denk. Ik wil wat Tunaan heeft opgebouwd voortzetten. Ik ben er klaar voor om verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving. Ik ga ervoor. Uiteraard zal ik betrokken blijven bij Denk. Ik zal actief blijven. Ik zal blijven strijden. Alleen in een andere rol. Ik ga de nieuwe generatie steunen, helpen en achter ze staan. En ik vraag jullie om dat ook te doen. Het gaat om de toekomst van onze kinderen. Ik wil strijden voor hun toekomst, voor jullie toekomst en jullie rechten. Ik ben Doğukan Ergin, de nummer 2 van Denk.